Bij Geert is Marise inmiddels ook aangeschoven voor een lunch met een Mexicaans tintje. Ja, de spanning eraf. Ja. Is nodig. Dat was even nodig. Ja? Even uitkuren. Maar helpt dat? Want ik vind het echt, bijvoorbeeld kickboksen of zo, echt heel reet aan. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Ik kan er niks mee. Dat vind ik wel leuk. Nee. En jij, Geert, wat voor sport doe jij? Niks. Salsa dansen zeker. Skiën. Ja. Vroeger had je ook... Quadrijden. Quadrijden. Mm. En bootje varen. Ook leuk. Bootje varen, skiën. Maatskiën? Oh, skiën is wel echt sport. Maar ja, echt heel sportief ben je dus niet. Nee. Ik bleef best wel een beetje oppervlakkig, had ik het idee. Ik denk dat iedereen daar wel een beetje onwennig in was. Van ja, gaan we nu echt de diepte in of niet? Maar ik had ook zoiets, ja, het is Geert die uiteindelijk kiest. Dus als hij dingen wil weten, dan vind ik het ook wel aan hem om dat aan te kaarten. Maar je zocht wel een sportieve vrouw. Die vind ik nog steeds heel bijzonder. Ja. Ja, waarom eigenlijk? Hoe kan dat dan? Ja, nou. Ja, één moet het doen. Iemand moet het compenseren. Iemand moet die ballen als Camille er maar goed is. Ja, wat is een sportieve vrouw? Ja, wat is sportief? Ja. Wat is nou sportief? Niet dat ze... Qua uiterlijk bedoel je? Ja. Geen topspotter. Maar niet in het kader van dan kan ik lekker op de bank liggen, nee. Terwijl zij de basic fit... Helemaal niet. Helemaal niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dan heb ik even tijd voor mezelf. Gewoon, het gaat nog om een eerste indruk, tweede indruk. En dan de derde wordt diepgaander, hoop ik. Niet altijd alles moet even serieus gebeuren, hè. Je moet af en toe een beetje flink kunnen ahoeren. Dat vind ik wel leuk. Serieus moet ook kunnen, maar ahoeren hoort er zeker bij. Jij zei net van dan vind ik het lekker om alleen thuis te komen. Maar stel nou dat je straks met een vrouw thuis zit. Ja, dan ligt hij op de bank. Maar vind je dat dan ben je niet meer alleen. Dan is het natuurlijk samen. Ja, maar dat is ook prima. Eens moet je beginnen. Ja. Als we zijn vrijgezel tot 60 of 70. Ja, dan niet alleen dat schoestere thuisje. Het wordt steeds maar moeilijker. En 1. En 2. En 1. En 2. En 1. En 2. En 1. Nou, wij zijn echt heel goed. Ik ga dat beginnen. We gaan ik sowieso een cursus doen. Echt. Nou, het ging als een tierlier. Oké, dames, een beetje vanuit je heupen. Het moet wel een beetje sensueel, hè? Ja, sensueel. Nou, maar gek. Ja, dat doet het ook. Dat zit gewoon in mij. Ik flirt altijd met mannen en met vrouwen. Dat is, is gewoon natural behavior. 1, 2, 1. Zo moet dat. Nou voel ik wel jouw krachten, ja. Oh, ik ben proberen sterk. Ja, ik probeer soms wel een beetje te chancen, ja. Ja. Dat vind ik dan wel leuk. Het is maar goed dat je niet zo groot bent. Ik ben wel klein, Maneke, hè? Nou, dat geeft er niks. Nee. Het is wel een soort liefdesdans. Ja, echt, hè? Nou, je krijgt er warm van. En de salsa dans op zich kreeg je het al warm van. Maar als je dan ook nog de momentjes met hem had, ja, dan krijg je het wel warm van. Ik zou de andere kant op draaien. Hè? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dat is hem. Zij leidt, hè? No. Zij leidt. Je kan dat precies. Uit elkaar. Hoedje op. Bij de eerste om is het draaien. Uit elkaar. Hoedje op. Hoedje op. Hoedje op. Beetje zo kijken, kijken. Dat is er niet smissen. Zo, ja. Je draaien. Dan kom ik. Moet je wel zeggen dat ik moet beginnen, want ik ben aan het volgen. Geert, kom op. Je kan het. 1, 2, 1, 2. Ja, ja. En de knuffel. En de knuffel. Oh, en al die billen zitten, hè? Ja, ik vind Geert een aantrekkelijke man. Ja. Ook zijn uitstraling vind ik ook heel belangrijk. Waar gaan we naar dan? 1, 2, 1, 2. Ja, we doen gewoon iets wat wij leuk vinden. Ik kan ons het schelen. Ik ben het nu zat.